Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de Studentenstemwijzer. Vandaag spreken we met Corine Ellemeet, de nummer 2 van GroenLinks. En dat is een hele belangrijke positie, want dat gaat natuurlijk mede bepalen of GroenLinks dit keer wel of niet aan een coalitie deel gaat nemen. Vandaag gaan we het vooral hebben over wat GroenLinks voor studenten kan betekenen. Dus natuurlijk komt de 10.000 euro ook aan bod. En als je Corine nog minder goed kent, dat is helemaal niet erg, want we gaan ook speeddaten zodat jullie haar beter kunnen leren kennen. Dus laten we beginnen. Welkom. Dank je. Welkom. Dank. Ja, dus we hadden het er net al even over, ook achter de schermen. U bent natuurlijk de nummer 2 van een van de grootste partijen van Nederland, maar toch wel relatief onbekend. Ook voor, nou ja, politieke nerds zoals Renze en ik. Hoe kan dat? Hoe komt dat een beetje? Ja, klopt. Ik ben Katelijne Buitenweg, is nu nog onze nummer 2. En echt een fantastische nummer 2, zou ik ook willen zeggen. Een voorbeeld voor mij ook om de politiek in te gaan. Maar zij heeft eigenlijk pas vorig jaar beslist om niet door te gaan als Tweede Kamerlid. Wat ik zelf heel jammer vond. Ja. Maar goed, daardoor ontstond in één keer de situatie dat we op zoek waren naar een nieuwe nummer 2. En zo ben ik eigenlijk op die plek terechtgekomen. En weet je een beetje waarom jij dat dan werd? Of is dat heel... Ja, dat is, eigenlijk moet je dat natuurlijk aan de kandidatencommissie vragen en ja. Niet aan mij. Kijk, het begint ermee, wil je het, hè? Zet je een stap naar voren. En ik vind het heel erg belangrijk, zeker voor een partij als GroenLinks, natuurlijk een partij voor wie emancipatie superbelangrijk is, ja. Dat ook vrouwen dat durven. En ik kan je zeggen, het is niet altijd een feestje als vrouw in de politiek. Maar ja, we hadden het over dat artikel van de Groenen natuurlijk. Ja, dat er gewoon heel veel agressie is richting vrouwen in de politiek. Maar ik vind het belangrijk. Ik bedoel, ik ben niet voor niets de politiek ingegaan. Ja. En zeker op dit moment staan we gewoon voor zulke belangrijke keuzes. Dat ik dacht, nou, ik ga gewoon die verantwoordelijkheid nemen. En ik bied me aan. En we hebben heel veel sterke en goede vrouwen in de fractie. Dus ik ben ook super vereerd dat ik op plek 2 terecht ben gekomen. Ja, leuk. Ja, we hadden het net ook over vrouwelijk leiderschap natuurlijk. Ook binnen GroenLinks zie je dat ook graag. Ja. En een vandaag opiniepanel zei dat de GroenLinks kiezers liever een vrouwelijke lijsttrekker willen hebben. Dus dan is eigenlijk de vraag van wanneer volgt u Jesse op? Ja, dat is een hele goede vraag. Mm-hmm. Nee, kijk, wij zijn natuurlijk een partij die al heel veel vrouwelijke partijleiders hebben gehad. Femke Halsema, ook een groot voorbeeld voor mm-hmm. mij. Jolande Sap. Dus ik denk, we zijn een partij waar vrouwen stevige posities hebben. En dat, dat is ook de associatie die mensen terecht met onze partij hebben. En we hebben nu ook gewoon echt een fantastische partijleider waar ik heel erg blij mee ben. Die ook heel veel ruimte aan sterke vrouwen om hem heen geeft. Mm-hmm. Maar het benadelt GroenLinks niet, want D66 en nu ook PvdA hebben ook een vrouwelijke lijsttrekker. Nou weet je, ik ben heel erg blij dat er vrouwelijke lijsttrekkers zijn. Echt waar. Ik bedoel, het is een verademing om zoveel vrouwen nu ook in die debatten te zien. Dus ik denk dat dat hartstikke goed is. Nogmaals, wij hebben ook heel veel vrouwen gehad. We hebben nu een hele goede man. Het is niet zo dat je als man geen kansen krijgt bij GroenLinks. Laat ik het zo formuleren. Dat is ook goed. Leuk. Nu het leuke onderdeel speeddaten. Dus de eerste vraag die we willen stellen is, hoe oud ben je? Ik ben 44. En kinderen? 2 kinderen, 2 jongens van 14 en 12. Huisdieren? 2 konijnen, Snuf en Pluis. En waar ben je geboren? In Rotterdam. En waar gestudeerd? Ik heb in Amsterdam gestudeerd aan de UvA. En mm-hmm. ik heb ook in Amerika gestudeerd op Smith College. En ik heb mijn laatste 2 jaar van mijn middelbare school in Italië met een beurs afgemaakt. En de grootste hobby? Mijn grootste hobby is dansen. En een lievelingseten? Is curry. Curry. En studentenhuis of langer thuis? Studentenhuis. En zuinig of een hoge studieschuld? Geen hoge studieschuld. Geen, oké. Okay. En tot 5 uur 's nachts studeren of tot 5 uur in de kroeg? Tot 5 uur in de kroeg. En drugs of drank? Ja, ik ben niet van de drugs. Nee. nooit meer een film kijken of nooit meer naar een voorstelling? Oh, zonder voorstellingen kan ik niet leven. Nee, ja. Oké. Okay. Michelle Obama of Jacinda Ardern? Oei, goeie vraag. Ik zeg Jacinda Ardern. Even over Jacinda en Michelle Obama. Want op de GroenLinks-site lazen wij dat een van je meeste Google-searches die je doet is Michelle Obama fashion. Maar toch wel is Jacinda toch groter idool? Of? Ja, dat is alweer van een tijdje terug dat ik inderdaad opschreef. Hè, toen Obama ook nog president was. Ik vind het echt Michelle Obama een fantastische vrouw. Super inspirerend, sterk. Laat ook zien dat je niet de vrouw van hoeft te zijn. Maar dat ze gewoon een heel sterk eigen boodschap te vertellen heeft.
Ze ziet er goed uit, vind ik ook leuk. Jacinda Ardern, ja, waarom zij? Omdat zij toch uiteindelijk die politieke positie heeft. En ik dat ja, heel belangrijk vind. Dat we vrouwen hebben zoals zij. Die echt op zo'n andere manier ook voor de politiek staan. Ik vind het bijvoorbeeld heel erg mooi dat zij ook heeft gezegd, we moeten niet alleen kijken naar het bruto binnenlands product, maar we moeten veel meer welzijn centraal stellen. En hoe empathisch ze ook is geweest in deze coronacrisis. En hoe je ziet hoe belangrijk dat is, hoe ze mensen meeneemt, het heel persoonlijk kan maken, mensen een hart onder de riem steekt. Dat vind ik echt heel mooi. En het laat voor mij ook zien hoe belangrijk vrouwelijk leiderschap is. Nee. Oké, nou laten we dan even hebben over natuurlijk de verkiezingsthema's. Studentenverkiezingsthema's waar we natuurlijk voor gekomen zijn. En dan beginnen met corona. Helaas moeten we het natuurlijk ook nog even over hebben. Ja. Maar het gaat helemaal niet goed met jongeren tijdens corona. We zien dat veel eenzaam zijn. Zitten natuurlijk online lessen te volgen. Sociaal leven valt weg. Wat heeft GroenLinks hier concreet tegen gedaan tijdens de coronacrisis? Ik denk dat wij misschien wel de eerste partij waren die dit echt politiek op de agenda hebben gezet. In die coronadebatten heeft Jesse ook echt gezegd, we hebben het vaak over kwetsbaren en dan denkt iedereen aan kwetsbare ouderen, maar er is een andere groep die eigenlijk steeds kwetsbaarder wordt. En dat zijn juist jongeren. Dus wij hebben daar aandacht voor gevraagd. Gevraagd om een onderzoek. Gevraagd om sneller bijvoorbeeld ook de universiteiten open te doen. Maar we hebben ook een motie ingediend en die is ook aangenomen om een heel studiejaar vergoed te krijgen, extra studiejaar vergoed te krijgen, omdat mensen natuurlijk gewoon heel veel achterstand oplopen. Ja. Dus ja, voor ons is het echt een heel belangrijk onderwerp, thema. Het was al eigenlijk een groep, zou je kunnen zeggen, die door 10 jaar Rutte in een steeds kwetsbare positie terechtkwam. En dat is door die coronacrisis eigenlijk alleen nog maar erger geworden. Ja, nog even een vraag hierover. Want GroenLinks heeft inderdaad het zeker op de politieke agenda gezet en moties ingediend om ook de hogescholen en universiteiten te openen. Maar toch, als ik even naar mezelf kijk, ik heb sinds maart geen uurtje fysiek les gehad. En als het zo doorgaat, want ik heb ook nog geen nieuws gehoord over dat universiteiten ook echt open gaan, zal gewoon de helft van mijn bachelor online zijn geweest. Hoe kan dat? Dat er wel al die moties zijn, maar dat er gewoon eigenlijk voor hogescholen en universiteiten nauwelijks wat gebeurt. Hele goede vraag. Want het zijn dus ook moties die zijn aangenomen. Ja. Dus je ziet dat dit kabinet, dit demissionaire kabinet inmiddels, uitspraken van de Kamer naast zich neerlegt. We hebben bijvoorbeeld ook een hele initiatiefnota geschreven over de testsamenleving. Ja. Ook gezegd van je moet veel meer inzetten op testen. Want als je grootschalig test, dan kan je de samenleving ook meer openen. Ja, ook een motie aangenomen in december, toch? Ja, en dus een hele nota daarover geschreven. Weet je, een heel debat met Hugo de Jonge daarover gehad. En ja, dat is natuurlijk toch een beetje de minister van de mooie praatjes. Maar als je dan kijkt, wat doet hij er echt mee? Dan valt dat gewoon heel erg tegen. Dus dat, en ik snap, weet je, dat wil ik toch ook wel zeggen. Want ik wil niet, het is makkelijk om te roepen aan de zijlijn. Ja. Het is een super ingewikkelde situatie. Dus ik probeer me ook altijd in de ander te verplaatsen. Stel dat jij of ik minister van VWS nu zou zijn. Dat is gigantisch moeilijk. Maar ik denk wel dat dit kabinet gewoon te lang alleen maar vanuit, eigenlijk door een medische bril heeft gekeken. En wij hebben ook al in een vroeg stadium gezegd, je moet breder kijken. Dus je moet je ook laten adviseren door andere experts dan alleen die medische experts. Want als je dat niet doet, dan zie je gewoon grote problemen over het hoofd. En dat blijkt dus ook. Mm-hmm. Ja, nog even over dat studiejaar. Want volgend jaar komt er nu de helft minder collegegeld. Maar waarom is daar eigenlijk voor gekozen en niet om voor dit jaar de helft of helemaal geen collegegeld meer te laten betalen? Want we zien nu bijvoorbeeld dat er mensen zijn die dit jaar afstuderen, die volgend jaar niet meer studeren. Of volgend jaar kan het ook dat het onderwijs eigenlijk weer relatief normaal is. Dus waarom is er dan daarvoor gekozen? Ja, dat vraag ik me dus ook af. Want onze motie heeft gevraagd om financiering voor een extra studiejaar. Dus als je dan vertraging oploopt, dat je een extra jaar kan studeren. Dus ook daarvan, daar hebben ze naast zich neergelegd. Ja, ik vrees dat je deze antwoorden aan de partijen van het kabinet moet stellen. Ja. En dan de tweede golf waar we dan aan komen, dat is natuurlijk de economische crisis. In 2014 stond jullie partij aan de wieg van het leenstelsel, waar wij vandaag de dag nog mee te kampen hebben.
Mag ik ook... daar meteen iets op zeggen? Want dat vind ik dus een heel interessant frame. Want ik hoor dat de hele tijd. Yeah. Hè, van oh, GroenLinks heeft het leenstelsel bedacht. Hoe het is gegaan. Mede bedacht. Nou, kijk, Jet Bussemaker van de PvdA minister toen. Die kwam met het leenstelsel. Daarvan heeft GroenLinks onder andere gezegd. Dit kan op deze manier niet. Dit moet echt socialer. Mm-hmm. Er zaten allerlei heel onwenselijke elementen in dat voorstel. Dus wij hebben het socialer gemaakt. Maar nou ja. Wat was er dan? Hebben jullie er dan socialer aan gemaakt? Nou ja, dus er was geen. Je moest veel meer terug gaan betalen, bijvoorbeeld. We hebben ervoor gezorgd dat de rentes veel lager werden. Uiteindelijk heeft het kabinet is weer aan die knop gaan draaien. Hè? Dus de rente is weer omhoog gegaan. Ja. Dus wij zijn ook eigenlijk al heel snel weer heel kritisch geworden. Omdat wij hebben gezegd van ja, dit was niet de afspraak. Wij vonden juist dat die rente heel laag moest zijn. Dus er moest meer vergroening komen voor het OV, voor studenten. Dus er zijn echt allerlei elementen geweest waarvan wij juist hebben gezegd, weet je, dat moet erin. Want anders is het gewoon niet sociaal genoeg. En we zagen natuurlijk heel snel met dat leenstelsel dat de belofte niet werd waargemaakt. He, dus dat er zou meer geld weer geïnvesteerd worden in het onderwijs. Niet gebeurd. Die rente zou laag blijven. Niet gebeurd. Dus al heel snel zijn we aan de bel gaan trekken van jongens, wacht even. Dit was niet het plan. Ja, dus hoe gaan jullie dan eigenlijk die periode waar ik zelf ook in zat, hoe gaan jullie die studenten dan specifiek compenseren? Ik ben heel blij dat je het vraagt. Ja. Want we hebben inmiddels de doorrekeningen. En dat is ook wel heel interessant dat je natuurlijk ziet dat heel veel partijen mooie praatjes hebben. En je kan naar het verkiezingsprogramma kijken. Je kan kijken naar wat mensen zeggen in debatten. Maar ik zou jullie echt aanraden, kijk naar die doorrekening. Want uiteindelijk, cijfers liegen niet. En dan zie je dus dat wij als enige partij 8 miljard reserveren voor compensatie van jullie generatie. Kijk naar D66, die reserveert, om precies te zijn, 0 euro. En dan heb je nog partijen ertussenin, dus de PvdA en de SP. Dus ja, je kan allerlei beloftes doen in de verkiezingstijd, maar uiteindelijk gaat het er ook om hoeveel geld je vrijmaakt. En wij maken dus 8 miljard euro vrij voor compensatie van die generatie. Oké, voordat we nog even natuurlijk over de 10.000 van Jesse gaan praten, heb ik toch nog wel een vraag, want ik snap dat GroenLinks heeft het leenstelsel socialer gemaakt. Maar nog steeds was het toch best wel duidelijk dat door een leenstelsel in te voeren je gewoon jongeren met enorm veel schuld zou opzadelen. Zeker ten opzichte van de basisbeursgeneratie. Van, ik kijk er misschien heel erg naar met een bril van iemand die weet hoe het is gegaan. Maar dat moet toch ook eigenlijk al duidelijk zijn geweest? Nou weet je, voor GroenLinks is het altijd belangrijk geweest dat we ervoor willen zorgen dat niet zeg maar de zoon van de bakker betaalt voor de dochter van de man uit het bedrijfsleven. Hè? Dus ik vind het echt ook zelf heel belangrijk dat we ongelijkheid aanpakken. Nou, het idee van dat leenstelsel was kijken of we dat kunnen gaan doen. En ik ben het met je eens, het heeft anders uitgepakt. En Jesse heeft het natuurlijk ook al best wel snel gezegd en daar ook een punt van gemaakt. Dus achteraf gezien is altijd makkelijk praten. Maar ik bedoel, het bleek al heel snel dat het de beloftes niet waarmaakte. Maar ik vind wat gewoon heel veel partijen eigenlijk over het hoofd zien, en dat is voor mij heel belangrijk, we richten ons eigenlijk altijd op een groep die al veel kansen krijgt. En we moeten veel beter gaan kijken naar jongeren die kansen niet krijgen en daar ook die een goede start bieden. En welke jongeren bijvoorbeeld dan? Nou ja, denk bijvoorbeeld aan mbo-studenten. Hè, weet je, er is een basisbeurs voor mbo'ers. Dat is heel mooi vanaf je 18e. Maar heel veel mbo'ers beginnen op hun 15e of 16e met hun studie. Ja. Dus als je dan kijkt naar wat ze feitelijk krijgen, terwijl dat natuurlijk jongeren zijn die vaak minder geld gaan verdienen dan jongeren die een universiteit hebben gedaan of een hbo, dan klopt dat niet. En je kan hem eigenlijk nog verder doortrekken. Ik bedoel, er zijn ook jongeren die ervoor kiezen om niet te gaan studeren, maar die ondernemer willen worden of een eigen bedrijfje willen starten. Ja, waarom zouden we die kansen niet geven? Oké, nou dan is het nog even over die 10.000 euro van Jesse. Ik denk dat veel mensen überhaupt deze podcast hebben aangeklikt om te kijken van wat komt daarvan terecht. Nou, die 10.000 heeft er eigenlijk alles mee te maken. Ja, precies. Met dit is dat natuurlijk de compensatie voor het leenstelsel deels ook. Want hij komt voor elke 18-jarige. En ook met terugwerkende kracht voor de leenstelselgeneratie, toch? Ja, klopt. Dat zit in die 8 miljard, zoals je net al... Dus 8 miljard inderdaad hebben we apart daarvoor gereserveerd. Dan heb je nog de aanvullende beurs. Maar het is eigenlijk precies dit punt dat je zegt van studenten moeten kunnen studeren zonder de stress van een enorme schuld. Maar ook al die andere jongen die ik net noem, dus of je nou een onderneming start en niet gaat studeren of dat je het mbo hebt gedaan, ook die verdienen evenveel financiële steun van de overheid. En dat is iets wat we echt recht proberen te zetten. Het kan gewoon niet zo zijn
dat we die minder meegeven vanuit de overheid. Ik vind dat onrechtvaardig. En dat is ook dat startkapitaal. Ja, en zonder even te streng en misschien ouderwets of orthodox te zijn, maar 10.000 euro aan een 18-jarige. Hoe zorgen we dat dat naar een onderneming gaat, naar een studie gaat en niet gewoon naar de kroeg bijvoorbeeld. Ja, dat kan nu niet in ieder geval, maar als dat weer kan. Ja. Ja, daar heb ik eigenlijk een paar dingen op te zeggen. Eén, hoe zouden jullie met dat geld omgaan? Zouden jullie het verpassen in de kroeg? Renze? Dus je kijkt naar mij. Maar, wat ik had met die 10.000 euro, als je dan, je bent 18, je denkt nou leuk, ga ik studeren, ga ik leuke dingen doen. Je hebt dan nog niet echt een beeld van wat ik in de toekomst met al dat geld ga doen. Je denkt, 10.000 euro, dat is echt een zak met geld. Daar kan ik net zo goed vanavond mee naar de kroeg gaan. En ja, morgen kijk ik wel weer. Mensen, studenten, tenminste ik op mijn 18e had niet zo'n lange termijn visie van wat ik daarmee wilde gaan doen. Goed antwoord. En dat is ook de reden waarom we hebben gezegd, vanaf je 18e tot je 23e moet je het echt aan je studie uitgeven. Dus dan is het geoormerkt, zou je zeggen. Okay, ja. En vanaf je 23e, dan ben je toch echt wel wat verder. Mm-hmm. En stel je bent een jongere die inderdaad niet is gaan studeren, maar die een eigen bedrijfje is gaan opzetten. Nou, op je 23e ben je echt wel volwassen genoeg om te zeggen van oké, ik heb het nu nodig als een investering voor mijn bedrijfje bijvoorbeeld. 10.000 euro voor elke 18-jarige. Dan denk ik toch, wat moeten nou die hele rijke 18-jarigen ook nog met die 10.000 euro? Kunnen we wel niet beter 20.000 geven aan de minder rijk? Of überhaupt maar 10.000 aan de mensen die het nodig hebben en dan dat andere geld in bijstandsuitkeringen, de zorg of andere dingen waar het hard nodig is? Waarom dan iedereen? Nou ja, kijk, we hebben ook nog een aanvullende beurs. Hè? Dus juist als je kijkt naar jongeren die daar nog niet mee uitkomen, is er nog iets extra's, best wel substantieel. Maar we vinden ook in die zin dat je iedereen dezelfde kansen moet geven. Kijk, je kan ook rijke ouders hebben die waar je minder bijvoorbeeld van profiteert of die jou minder geven. Dus het is ook wel moeilijk om je helemaal af te rekenen, vind ik zelf, op de positie van je ouders. Maar andersom zeggen wij dus wel, het is belangrijk dat als jij minder van huis uit meekrijgt, financieel gezien, dat je dan wel extra steun kan krijgen. En sowieso, wij kijken ook wel wat breder. Van uiteindelijk gaat het om een totaalpakket. Ja. We willen het eigen risico afschaffen. Er moet een huurtoeslag komen. Ook voor jongeren die een studentenwoning hebben bijvoorbeeld. Ook zo voor hebben, ja. Ja, want dat weten jullie ook. Ik bedoel, een studentenwoning in Amsterdam, waar jullie studeren. Ja, dat is gewoon super duur. Dus het is raar dat je daar geen huurtoeslag voor krijgt. Dus voor ons is het ook nog wel wat breder. En kijken we echt naar het totaalpakketje. Ja. Ja, en dan een volgend onderwerp wat wij heel erg belangrijk vinden is natuurlijk racisme. Ja. En dan hebben we het wel over 2020 was misschien wel het jaar van het institutioneel racisme. Dat het werd aangekaart. Black Lives Matter protesten, zagen we de toeslagenaffaire. Ja. Dat zijn allemaal wel echt hele schrijnende voorbeelden eigenlijk van hoe het in deze samenleving ongelooflijk mis zit. Zeker. En dan willen we even kijken naar twee interessante oplossingen of manieren hoe jullie dit aanpakken. Ja. En één daarvan, dat was wel een interessant en in hoeverre je dat gaat realiseren met dat jullie bestaande wetten en nieuwe wetswijzigingen en dus eigenlijk het totale beleid willen toetsen op wat voor effect het gaat hebben op de positie van vrouwen, LGBTQ+ mensen met een beperking, mensen met een migratieachtergrond, jongeren en toekomstige generaties. Dus heeft u eigenlijk een concreet beeld van wat dat voor een bepaald beleid wat echt getoetst moet gaan worden? Dus het gaat er vooral om dat je die gemeenschap betrekt. Dus hoe werkt dat nou? Dat werkt doordat mensen met een beperking nu ook kunnen aankloppen. Ik noem maar wat, bij het ministerie van Infrastructuur om aan te geven dat ze niet door de poortjes naar een trein kunnen. Hè, of dat er te weinig ruimte is om gebruik te maken van het openbaar vervoer. Dus in de kern gaat het erom dat je, ook dit is weer, heeft te maken met het contact tussen overheid en burger. Het gaat erom dat je in gesprek gaat met de mensen die gebruik moeten maken van jouw wet en regelgeving. Dus eigenlijk wat je ermee doet is die doelgroepen uitnodigen om hun ervaringen te delen. En dat is natuurlijk gigantisch misgegaan onder 10 jaar Rutte. Hij is gewoon steeds verder afkomen te staan van die burger. En er zit ook zo'n enorme arrogantie in. Het idee dat jij het wel beter weet en als je signalen krijgt, nou ja, dat zullen dan wel gekkies zijn. Ik bedoel, dat gevoel krijg je er echt bij. En dat is natuurlijk het meest schrijnend bij die toeslagenaffaire geweest. Mm-hmm. En wij zeggen, uiteindelijk, wetten zijn bedoeld om mensen te helpen, om het land te dienen.
En daarom zeggen wij, je moet zo'n toets hebben. En hoe werkt dat dan? Ja. Door mensen uit te nodigen, doelgroepen uit te nodigen, de ruimte te geven om hun ervaringen te delen. En daarmee kan ik bijvoorbeeld als Tweede Kamerlid ook zeggen, hè, stel mensen voelen zich bijvoorbeeld gediscrimineerd door stages bij de overheid, ik noem maar even wat. Mm-hmm. Dan kan ik met die klachten in de hand de minister ter verantwoording roepen. Dus het gaat gewoon helpen, ook voor de Kamer, in onze controlerende taak. Dus die toets moet eigenlijk meer van de mens zelf uitkomen. Dus meer die groeperingen, die jongeren of die LGBTQ plus. Ik denk de grote fout is dat wij altijd voor anderen denken. Hoe ga je dan, waar ga je die LGBT mensen en mensen met een beperking vandaan plukken? Zeg maar, kost dat niet zo heel veel moeite. Dat zien wij ook met dat VN-verdrag. Ik bedoel, mensen weten ons wel te vinden zodra dit ook bekend is bij die gemeenschappen. Mensen zijn echt wel mondig. Het gaat er meer om, kloppen ze op een deur die niet open gaat of kloppen ze op een deur die wel open gaat? Ja, en dan nog een andere oplossing of manier die het in ieder geval gelijker kan maken, zijn natuurlijk quota. En ik denk dat vrouwenquota is iets wat al vaak gediscussieerd is. En jullie zijn daar ook voor. Maar wij vroegen ons af, na het jaar van institutioneel racisme, wordt er misschien ook niet tijd voor bijvoorbeeld quota voor mensen van kleur of quota voor LGBT of LHBT mensen. Kijken jullie daar ook naar? Of waarom is er alleen voor vrouwen gekozen? Ja, bij vrouwen is het inderdaad al, zijn we al wat verder, zou je kunnen zeggen. Maar we hebben het hier ook uiteraard ook over. Dus op welke manier, wat zou je kunnen doen om te zorgen dat je ook echt diversiteit krijgt? En dat begint ook weer bij jezelf. Dus kijk naar onze lijst, zou ik zeggen. We hebben echt een super diverse lijst. En dat is ook heel bewust. Ja. Omdat je ook als politiek het goede voorbeeld moet geven. Maar je moet uiteindelijk het ook natuurlijk breder in de samenleving gaan afdwingen als het niet vanzelf gebeurt. Maar moet er dus dan dus wel geen bijvoorbeeld ook quota komen voor mensen? Ik vind wel dat we daar nu ook met elkaar het gesprek over moeten voeren. Van wat is er nodig? Wat zijn de beste instrumenten? Dat hebben we natuurlijk ook gedaan bijvoorbeeld rond vrouwen. Dat is er ook niet in één keer gekomen. Er is ook gekeken van misschien zijn er alternatieven die beter werken. Maar het staat zeker ook bij ons heel hoog op de agenda dat er meer diversiteit nodig is. Ja, en dan nog even natuurlijk, want wij hebben ook met best wel veel rechtse partijen gepraat. En die zijn natuurlijk helemaal niet met dit soort quota eens. Dus je kan natuurlijk zeggen, moeten we op basis van geslacht of van kleur dit soort keuzes maken? Maar ook vanuit de linkse kant is er kritiek op dit soort quota. Omdat je zegt van, zelfs als deze mensen wel gewoon dezelfde kwaliteiten hebben, dan is er nog steeds dat beeld dat ze er zijn door die quota. Wat zou je daarop zeggen? Ik heb daar zo helemaal niks mee. Ik bedoel, prachtig klinkt dat, in de ideale wereld. Maar we leven niet in de ideale wereld. Het hele probleem is dat vrouwen en inderdaad mensen met een diverse achtergrond, met een andere seksuele geaardheid, dat die gewoon niet automatisch op alle plekken terechtkomen. Dus je moet iets doorbreken en dan op een gegeven moment zal het niet meer nodig zijn. Kijk, het gaat er ook gewoon om, hebben mensen voorbeelden? Kijk je ergens naar op? Kijk, waarom ben ik lid geworden van GroenLinks? Omdat ik Femke Halsema als voorbeeld had. Dus je moet het zo niet onderschatten wat dat met de samenleving kan doen. En soms moet je dingen afdwingen. We leven niet in de ideale samenleving. En om het iets idealer te maken, zijn ook zulke soort instrumenten, denk ik, gewoon heel hard nodig. En je bent niet bang dat iemand dan wordt gezien als, ik vind het als echt verschrikkelijk woord, maar als een excuustruus? Nee, helemaal niet. Kijk, en natuurlijk kijk je ook naar talenten en kwaliteiten. Ik bedoel, je zet mensen op de... Het hele punt is, je zou hem ook om kunnen draaien. Van waarom hebben we geen quota voor mannen? Weet je, zullen we zo naar kijken? Dat we zeggen, er mag niet meer dan 50% man in de raad van bestuur. Weet je? Want die komen er zoveel makkelijker. En dat is echt niet alleen omdat ze beter zijn. We kennen allemaal, denk ik wel, die voorbeelden van mensen die je dan via kent, waarvan je weet, die hebben eigenlijk niet zo heel goed gepresteerd en ze gaan ergens weg. En ja hoor, duiken ze weer ergens anders op. Dus het is natuurlijk echt een soort netwerkje wat mannen, gewoon enorm witte mannen, ook nog eens vaak op leeftijd, enorm bevoordeelt. Dus dat is gewoon hoe het werkt nu. En dat zullen we echt moeten doorbreken. Mm-hmm. Dus echt het old boys network doorbreken, als ik dit zo hoor. Ja, Renze, witte man. Niet op leeftijd, dat is wel fijn. Nog niet. Je hebt nog even. laten we naar een ander onderdeel gaan. Dat is de arbeidsmarkt, wat voor jongeren ook echt enorm belangrijk is op dit moment. Nieuwe cijfers van de NOS die hebben laten zien dat de coronacrisis vooral voor werkende jongeren tussen de 15 en 25 jaar, met een flexcontract, die verliezen hun baan. Enorm veel banen hebben verloren. En jullie pleiten juist voor meer vaste contracten. Ja. En
Dan is het wel van hoe gaan jullie dat realiseren? Want op dit moment is flexibiliteit in de arbeidsmarkt natuurlijk de norm. Ja, dat klopt. Wij zien dat probleem ook. Dat juist eigenlijk jongeren de dupe zijn van deze coronacrisis. En überhaupt van het doorgeslagen flexbanen in Nederland. We zijn echt flexkampioen in Europa. Hè? Ik bedoel ook als je ons vergelijkt met andere landen. En je kan dat echt wel veranderen. Ik bedoel, dat zijn ook politieke keuzes geweest om steeds meer flexbanen te introduceren. En je kan nu de politieke keuze maken om bijvoorbeeld het verschil tussen werkgeverskosten voor flexbanen of voor vaste banen kleiner te maken. Want vaak nu is het ook van ja, voor jongeren is het beter iets dan niets. Dus en voor veel jongeren is het ook fijn dat je juist die flexibiliteit hebt, en dan worden we nu wel flink door benadeeld natuurlijk door de crisis, maar normaal gesproken, dan is het juist wel fijn van, ik wil niet een 2 jaar lang bij die horecaonderneming zitten. Hoe moeten we dat dan zien, dat verschil tussen Volgens mij hoef je niet altijd vast te zitten aan een baan, maar gaat het er meer om dat jij ook de kans krijgt om WW op te bouwen, dat je niet in één keer op straat komt te staan, dat je niet in één keer dat je bijvoorbeeld geen arbeidsongeschiktheidsverzekering kan afsluiten omdat die kosten veel te hoog liggen. Dus de nadelen zijn heel groot en je zal heel goed moeten kijken naar op welke manier kan je vaste banen zo inrichten dat het niet een soort beklemming is, zal ik maar zeggen. Hè? Ja, want het is natuurlijk ook niet goed voor jongeren als we zitten al in een economische crisis. Als we überhaupt minder banen gaan krijgen, omdat ze bang zijn om jongeren met meer arbeidszekerheid aan te nemen. Dus dat is misschien ook een beetje dat liever iets dan niets. Ja, voor mij klinkt vastigheid en WW opbouwen beter, maar liever dat ik wel een baan heb. Ja, maar laat je niet in de luren leggen door fabeltjes van rechts over dat er geen banen meer zouden zijn als we ze vaster maken. Maar toch wel iets minder, of? Nee, weet je, het is echt onzin. We hebben mensen heel hard nodig. Het gaat erom, wat doe je als overheid voor mensen en wat doe je als overheid voor werkgevers? En wat wij echt best radicaal doen in ons programma is dat we de kosten op arbeid echt heel ver naar beneden brengen, wat natuurlijk heel gunstig is voor werkgevers. En wij verhogen de kosten op vermogen. Dus het zijn echt keuzes die je maakt. En je kan het ook voor werkgevers een stuk aantrekkelijker maken om mensen in dienst te nemen. Het is gewoon heel raar als je zeg maar iets meer afstand neemt en even kijkt naar wat we nou hebben gedaan met die arbeidsmarkt, dat we werk zo onaantrekkelijk hebben gemaakt. En dat waar we dat zo zwaar in belasten. Nou ja, dat we het heel zwaar belasten. Dus dat je gewoon hele hoge werkgeverslasten hebt. En als je dan kijkt naar de vermogens, de enorme vermogens, en hoe die grotendeels onbelast blijven, denk je, ja, waar gaat het nou om, weet je wel? En dat vind ik ook zo altijd met die discussie over de economie en het bruto binnenlands product. Ja, wie profiteert ervan? Hè? En uiteindelijk, als je wil dat arbeid voor iedereen iets brengt. En dat zit hem in geld, in zekerheid, maar het zit hem ook in erkenning. Ik bedoel, het is gewoon, het doet iets met mensen, iets positiefs als je kan werken. Dus in plaats van heel veel mensen aan de kant te schuiven en heel veel onzekerheid te creëren, kan je arbeid aantrekkelijker maken, dus voor mensen en voor bedrijven. En kan je zeggen, ja, die enorme vermogens, hè, de kloof tussen de rijkste mensen in Nederland en de armste mensen is gigantisch. En als je dan ook nog eens kijkt naar hoeveel van de rijkdom in Nederland in handen is van een hele kleine groep, dan zijn het soms bijna gewoon Amerikaanse toestanden hier. En daar wil GroenLinks echt iets aan gaan doen. Ja, en dan nog even naar een andere markt waarvan ik me goed voor kan stellen dat u hier iets gaat zeggen over de 10 jaar Rutte, namelijk de woningmarkt. Ja. Want wij zijn natuurlijk studenten en ik weet niet, kent u Harry Potter? Ja. Nou, zijn de bezemkast natuurlijk. Je kent de bezemkast waar die is opgegroeid. Nou, in Amsterdam zou je daar misschien 750 exclusief gas, water, licht voor betalen. Ja. Maar GroenLinks die wil een huurplafond, dus zit wel aan een paar honderd euro minder te denken. Ja, dus het gaat echt om, ook daar zeggen we van, het is ook, dat is een markt geworden. En dat is inderdaad 10 jaar Rutte, dat je ziet dat allerlei publieke voorzieningen, ik bedoel, ik weet zelf veel van de zorg, daar zie je dat ook, marktwerking in de zorg, op een heel andere manier kijken naar iets wat eigenlijk van iedereen zou moeten zijn. Dat geldt ook voor de woningmarkt. Het woord zegt het al. Dus wij zeggen inderdaad, je moet een aantal dingen doen. Je moet meer gaan bouwen en dan ook echt meer sociale huur. Alle partijen zeggen volgens mij ongeveer van er moet 1 miljoen woningen bij. Wij zeggen ook, er moet gewoon minstens 40% van al die woningen moet sociale huur zijn. Dus er moeten sowieso meer plekken zijn. En daarnaast zeggen we, het is gewoon heel gek dat zo weinig mensen gebruik kunnen maken van sociale huur. En de mensen die er geen gebruik van maken, de hoofdprijs betalen. En je hebt een soort heel
puntenstelsel. Heb ik door mijn collega die over wonen gaat helemaal laten uitleggen. He, en dat puntenstelsel geldt nu alleen voor de sociale huur. En je kan dat heel makkelijk doortrekken. Dus ook inderdaad een plafond introduceren voor de vrije markt, zou ik maar zeggen. Klimaattijd, toch? Ja, dat zijn natuurlijk GroenLinks. En nu vooral over links gehad. Maar laten we het ook nog even over groen hebben voordat we eindigen. Ja. We vragen altijd aan onze volgers wat willen jullie vragen aan GroenLinks. En veel mensen zeiden, we zitten nu natuurlijk in een coronacrisis, economische crisis. Die klimaatdoelen, moeten we daar nu echt wel alle focus op leggen? Moeten we niet eerst weer gewoon focussen op dat mensen hun banen terugkrijgen, dak boven hun hoofd? Wat vind je daarvan? Nou, ik vind sowieso dat we ook nu moeten inzetten op mensen helpen. Dus het is niet het een of het ander. En ook ons programma en onze doorrekening laat zien dat je het heel goed allebei kan doen. Sowieso geloof ik niet in dat je een klimaat-energietransitie door kan voeren als je mensen niet meeneemt. Dus ik bedoel, daarom zijn wij GroenLinks. Het is geen of-of. Nee, GroenLinks. Weet je, groen gaat hand in hand met links en met sociaal. Dus dat misschien vooropgesteld. En wat ik weer heel tekenend vond, ik zag vandaag een berichtje van de KNMI. Dat ze verwachten dat we al binnen 9 jaar op die 1,5 graad zitten. 9 jaar. Mm-hmm. Nou, ik weet niet hoe dat met jullie zit, maar mijn hartslag schiet echt omhoog. Dan ben ik echt serieus. Ja. Weet je, ik bedoel, ik zei net, ik heb 2 kinderen, die zijn 14 en 12. Ja, dit gaat zo enorm snel. En wat zijn we aan het doen met onze planeet? Ook jullie, weet je, 20ers. Het gaat gewoon in ons leven, in jullie leven, gaat dit gebeuren. En als wij nu nog 9 jaar hebben voordat we op die 1,5 graad zitten, dan zou ik zeggen, kunnen we nog even wachten? Nee, we kunnen niet wachten. We hadden veel eerder moeten beginnen. Dus als er voor mij, zeg maar, iets, als er ergens een soort enorme persoonlijke urgentie in zit, politiek gezien, dan is het voor mij op klimaat. Ja, dat is toch wel grappig, want die urgentie, die voel ik ook wel als ik die cijfers zie. Maar hij lijkt er toch in politiek Den Haag niet altijd helemaal te zijn. Dus we hadden een quote van Jesse Klaver, die zei, er is volgens mij, even kijken wat hij nou precies zei, 24 keer gedebatteerd over corona in 2020 en maar 4 keer in de afgelopen 10 jaar echt over klimaat. Dus hoe creëer je dan die urgentie die u wel voelt? Hoe gaan jullie als GroenLinks ervoor zorgen dat die gewoon echt in politiek Den Haag aankomt? Want ja, nou, daarom heb je dus een groot GroenLinks nodig. Even, dit is politieke reclame. Nee, maar dat is natuurlijk wel wat het is. Kijk, hoe steviger groene partijen in de Kamer zijn, hoe sterker we dat geluid kunnen laten horen. En je ziet natuurlijk ook wat wij al hebben gedaan. Ik bedoel, de klimaatwet is ook enorm belangrijk in de politiek. En om die discussie te voeren. Dus die paar debatten die we hebben gehad, is ook deels dankzij onze klimaatwet. Dus maar toch niet genoeg. Nee, dus ik ben dat ook echt met je eens. En daarom meen ik ook wat ik zeg. Dat ik het zo belangrijk vind. Daarom heb ik ook voor deze partij gekozen. Daarom, ik vind het zo belangrijk dat mensen snappen dat je dus sterke groene partijen nodig hebt om nog harder met de vuist op tafel te kunnen slaan. En om dit niet zo'n beetje weer, hè, wat je natuurlijk heel veel partijen doet die wel zeggen, ja, wel belangrijk, maar, weet je wel, dat die daar niet meer mee weg kunnen komen. En welke klimaatregel is dan voor jou dan echt het belangrijkste? Ik denk eigenlijk een paar, dus ik zou er niet één kunnen zeggen. Kijk, wat ik gewoon ook bizar vind, is dat wij de vervuilende industrie in Nederland belonen. Dus zij krijgen belastingkortingen en die tellen op tot 4,5 miljard euro. Dus de vervuilende industrie wordt gewoon, zou je kunnen zeggen, gesubsidieerd in Nederland. Bizar. Want dat verklaart ook weer dat de rekening, dus ook voor de klimaatverandering, komt nu terecht bij burgers. Terwijl je wil dat die rekening bij die bedrijven terechtkomt. Dus wat voor mij heel erg belangrijk is, is een hoge CO2-belasting voor die vervuilende bedrijven. Omdat je daar het geld op moet halen voor de klimaatverandering. En ook superbelangrijk, omdat je uiteindelijk op die manier de prikkels introduceert voor die bedrijven om te gaan veranderen. Waarom kan Shell het hebben in al hun glossies over groen en doen ze ondertussen gewoon nog grijs? Ja. Dat komt omdat ze ermee wegkomen. Dus ik denk dat CO2-belasting heel erg belangrijk is. We willen gewoon heel snel de kolencentrales sluiten. Meer natuur is ook belangrijk. Halvering van de veestapel. Ik bedoel, dat is natuurlijk een van de grootste bronnen van stikstof, maar ook van CO2-uitstoot in Nederland.
Waarbij ik ook wel wil zeggen, want wij staan niet tegenover de boeren, want dat beeld kan dan ontstaan. Weet je, boeren zijn ook in een systeem terechtgekomen waar ze voor de laagste prijs onder grote druk van de macht van de supermarktketens moeten leveren, nou, et cetera, et cetera. Dus wij hebben ook heel veel geld gereserveerd voor het compenseren van die boeren. Maar goed, dus veestapel halveren. Dat zijn allemaal maatregelen, maar wat ik zelf ook heel belangrijk vind, en dat is meer on a positive note, is dat er gewoon heel veel kansen zijn, hè, voor een nieuwe groene economie. En daarom denk ik ook, als wij nu stappen gaan zetten, bijvoorbeeld op groene waterstof, dan kunnen wij echt leidend worden in de wereld met kennis die we ook met anderen kunnen gaan delen. Dus het is niet alleen maar een soort doembeeld. Nee, als wij nu stappen gaan zetten, dan kunnen wij echt een nieuwe leidende economie gaan ontwikkelen in Nederland. Ja, met name om die transitie te waarborgen naar die waterstof, waar veel partijen het ook over hebben. Ja. Zijn jullie een van de partijen op links die zeggen van kernenergie past niet in die hele mix van energie om daadwerkelijk die transitie te realiseren? Maar we moeten toch eigenlijk roeien met de riemen die we hebben. Dus waarom past kernenergie dan niet in dat plaatje? Om een paar redenen. Eén, omdat ik kom weer even terug op dat KNMI-berichtje. Ja. Dat ze zeggen, binnen 9 jaar zitten we al op die 1,5 graad. Dus we moeten nu stappen gaan zetten om te verduurzamen. En we moeten nu meer duurzame energie creëren. Als je al een kerncentrale zou willen bouwen, dan staat die er ergens over, hè, in Sint-Juttemus, over 20 jaar. Mm-hmm. Dus het kan niet snel. En we moeten juist nu die omslag maken. Dus dat zal je moeten en kunnen doen met zon, met wind, meer met waterstof. En het andere verhaal is, je hebt het niet nodig. Dus wij hebben helemaal laten doorrekenen van wat heb je nou nodig om te komen tot 100% duurzame energie. En daar heb je die kerncentrale niet voor nodig. Mm-hmm. Dus het is dan, maar dan zie je ook vaak, want weerstand vanuit de samenleving zelf, die willen niet snel een windmolen in hun achtertuin hebben. Dat wordt vaak gezegd. Dus hoe creëer je dan zelf wel die wil uit de samenleving, ja, dat daadwerkelijk straks mensen wel het voor lief nemen dat een windmolen straks in hun achtertuin komt? Dat is een hele goede vraag. En ook daar zie je weer wat 10 jaar Rutte heeft gedaan. Want als je naar andere landen kijkt, bijvoorbeeld naar Denemarken en naar Duitsland, dan zie je dat ze daar eigenlijk al van de start, vanaf het begin, hebben ze gezorgd dat mensen participeren in duurzame energieprojecten. Dus als er ergens een windpark staat, dan ben je in Duitsland automatisch als bewoner mede-eigenaar van zo'n windpark. En ook dat is, weet je, Rutte die dacht, nou sowieso op de rem, hè, als het om duurzame energie gaat. Maar als het dan al moet, nou ja, dan vlieg ik investeerders uit het oosten in, die dan lekker veel winst kunnen maken op de duurzame energie die hier staat. Dus ik denk dat het ermee begint dat je ook daarin eerlijk moet delen. Dus dat je moet zorgen dat mensen ook, ja, kunnen profiteren van die duurzame energie. En dat enorm belangrijk is ook voor het draagvlak. Dus je zou zo meteen in een idealistisch beeld dat je een windmolenpark op zee, daar kan jij straks je steentje aan bijdragen. Of daar kan je straks als burger daar, ja, een deel van uitmaken. Ja, kan je aandelen in hebben. Ja. Ja, en wij willen sowieso ook heel veel nog meer wind op zee. Hè? Ja. Dus daar ligt bij ons de grootste focus op. En die kerncentrales, die gaan er gewoon sowieso niet komen. Ook niet dat we denken, maar we moeten natuurlijk nu in de komende 9 jaar moeten we naar beneden. Maar we moeten ook, nou, eigenlijk nooit meer. Ja. Ja. Nou, weet je wat het interessant is? Je ziet ook op allerlei plekken dat het dan wel mogelijk is, ook in het buitenland, om een kerncentrale te bouwen. En het komt gewoon niet uit. Dus er is geen businessmodel dat aantrekkelijk is om te investeren nu in een kernenergie. Je ziet maar andere vormen van duurzame energie steeds goedkoper worden. Dus die worden ook steeds aantrekkelijker. Dus ook om die reden, als je er puur economisch naar zou willen kijken, dan zie je ook een enorm contrast tussen aan de ene kant wind en zee en zon, en aan de andere kant kernenergie. Zullen we naar het filmpje? Ja, ja. Dan gaan we naar de partij zelf. En dat is, veel mensen zeiden via onze Instagram-kanalen dat het GroenLinks, gaan ze toch niet op stemmen omdat ze nooit gaan regeren. En zoals bij de vorige kiezingen in 2017, dat zit bij veel mensen toch nog in hun geheugen. Mm-hmm. En zeiden dat ze liever hadden gezien dat GroenLinks wel had meegeregeerd. En bijvoorbeeld om dan het kabinet nog groener te maken. Dus dan gaan we nu even kijken naar een reactie van Jesse Klaver hierop, die hier op had gereageerd op deze vraag. En dan gaan we daarna door met u daarin in discussie. Het is van het grootste belang dat we de status quo doorbreken. We hebben verandering nodig in Nederland. En om dat voor elkaar te krijgen,
is het van het grootste belang dat progressieve partijen met elkaar samenwerken. Daarom ben ik zo hartstochtelijk, heb ik een pleidooi voor progressieve samenwerking. Omdat ik weet dat dat de enige manier is waarop we onze plannen kunnen realiseren. Waarop we ervoor kunnen zorgen dat we klimaatverandering aanpakken, de zorg beter maken, investeren in onderwijs. Daarom wil ik dat progressieve partijen elkaar vasthouden bij een volgende formatie. Want alleen op die manier kunnen we Nederland het progressiefste kabinet ooit geven. Laat ik volstrekt helder zijn over onze ambitie. Wij willen in het volgende kabinet zitten. Ja, nou, duidelijk. Ja. voordat we dus naar voren kijken, nog even over 2017. Denk je dat het goed is dat jullie toen niet hebben meegeregeerd, achteraf? Nou, weet je, de situatie was toen zo anders dan nu. Je had eigenlijk een blok van CDA, VVD en D66 en GroenLinks hebben elkaar niet goed genoeg vastgehouden. Dus wij kwamen toch wat alleen te staan. En daardoor, nou ja, werden ons dingen zeg maar door de strot geduwd, waarvan wij zeiden, oké, weet je, dit is niet wat je wil. En dat is denk ik het allerbelangrijkste, dat de situatie nu zo anders is. Dus met corona vooral dan? Of? Ja, maar corona, maar ook, kijk, toen likte de PvdA zijn wonden. Hè? Ik bedoel, dat zijn we alweer bijna vergeten. Maar dat was natuurlijk de grootste nederlaag die zij ooit geleden hebben, was 4 jaar geleden. Dus zij waren natuurlijk meteen al buiten beeld. D66... ja, wat ik zeg, stond toen misschien onder een iets ander gesternte onder Pechtold dan nu, denk ik, onder Kaag en Jette. Dus de samenwerking ligt nu veel meer voor de hand. Sterker nog, die samenwerking is er al. We werken al heel veel met ze samen. Dat geldt trouwens ook voor de SP. Dus Jesse en Lilian Marijnissen trekken ook heel intensief samen op. Dus in die zin verwacht ik ook echt dat we niet in die situatie terecht gaan komen als 4 jaar geleden. En willen jullie dus wel echt alleen regeren met zo'n progressief verbond? Met wat jullie zelf zeiden, volgens mij SP, D66 en PvdA. PvdA. Ja. Is dat alleen dan? Of willen jullie sowieso gewoon veel liever regeren dan in 2017? Nou ja, volgens mij spelen er gewoon een aantal dingen. Ik bedoel, de urgentie rond klimaat, om maar iets te noemen. Die voel ik echt sterker dan ik hem ooit heb gevoeld. Dus dat is voor mij persoonlijk ook een hele belangrijke drijfveer. Daarnaast hebben we natuurlijk gezegd, ook met de PvdA, van wij gaan er samen in of we gaan er niet in. En wat Jesse ook heeft gezegd, die verbreedt het liefst. Die zegt van, nou ja, weet je, hoe meer progressieve partijen, hoe beter. En onder progressief verstaan we dan ook de SP. Als ze ook even iets doen aan hun Europa-standpunt. Klein side note, en D66 ja. Als ze gewoon ietsje linkser worden. Nee, maar dus in die zin, kijk, je bent niet helemaal hetzelfde, want anders was je wel één partij geweest. Maar je kijkt natuurlijk wel naar de partijen die gewoon het dichtst bij je staan, om ook een stevige blok te hebben tegenover rechts. Ja, er is dus wel echt wezenlijk wat veranderd sinds 76. Je kan wel nu met meer vertrouwen zeggen van uiteindelijk gaan wij met een grotere kans in die coalitie komen. Ja, dat denk ik echt. Ik denk ook dat progressieve partijen dat ook heel graag samen willen doen. En hoe bereidt u zich er zelf op voor? Want u gaat natuurlijk als nummer 2 samen die onderhandelingen in. Heb je ook een soort van, gaat natuurlijk niet de hele strategie prijsgeven, maar dat je denkt, op zo'n manier kan ik het slimmer aanpakken dan toen, dat we zeg maar braken op die migratie. Nee, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat je voor jezelf weet wat je prioriteiten zijn. Dus klimaat? Ja, klimaat, maar zeker dus ook sociale onderwerpen. Omdat ja, heel veel mensen zijn nu gewoon aan het worstelen om, bij wijze van spreken, de maand, eind van de maand te halen. Mm-hmm. Dus dat is wel echt heel belangrijk om daar ook een oplossing voor te winnen. En dat geldt ook voor jongeren trouwens. Dus die onderwerpen die gaan voor, wat mij betreft echt hand in hand. Maar je moet gewoon heel goed weten wat is voor mij echt belangrijk. Het is wat we ook, hè, wat ik bijvoorbeeld ook heb gedaan, is praten met andere groene partijen in andere Europese landen. Dus wat kan ik nou van hun leren over onderhandelingen die zij hebben gedaan? Ja. Dus dan even wel of niet ook zonder het progressieve motorblok? Met de PvdA en liefst met een zo breed mogelijk progressief blok. Oké. Okay. Ja, dan is het natuurlijk wel, we hebben altijd de sectie buurman en buurman. En dat is van waar ligt de partij het dichtst bij? Ja. En natuurlijk wordt het vaak gezegd, links is enorm versplinterd. Je hebt nu PvdA, SP, Partij van de Dieren, D66, om die linkse scharia. En dan is het wel, waarom moet dan de student toch op GroenLinks stemmen als de student links wil gaan stemmen? Ja, ik denk, waarom zou de student op GroenLinks moeten stemmen? 2 redenen, denk ik even vanuit jullie gezien. 1,
het klimaat. Dat denk ik echt. Ik bedoel, jullie generatie gaat er op een manier mee geconfronteerd worden die ik, toen ik zeg maar nog jonger was, me niet had kunnen voorstellen. Dus het gaat heel snel. Dit gaat jullie leven beïnvloeden. Die vind ik heel erg belangrijk. En ook, wij geven jullie ook echt de kans om een goede start te maken. Ook wat ik al eerder zei, met die compensatie voor de schulden. Ik bedoel, 8 miljard reserveren alleen voor de compensatie van jullie generatie. Dat doet geen partij ons na. En misschien nog iets breder, want jullie zijn ook idealistisch en denken niet alleen aan je eigen belang. Dat ik het ook echt belangrijk vind dat we zorgen dat we die ongelijkheid in Nederland aanpakken. Want die is gewoon extremer dan heel veel mensen zich beseffen. Mm-hmm. Ja, dus dat zijn wel echt de rode lijnen voor GroenLinks. Dus ongelijkheid aanpakken en klimaat. Yes. Ja, oké. Okay, en een laatste vraag die ik wel leuk vind. We hebben hier ook al Volt en Bijeen gekregen, hier aan tafel. Bent u niet bang dat u daar veel kiezers aan gaat verliezen? Nou, ik zou hem eigenlijk willen omdraaien. En ook tegen jullie en studenten en jongeren willen zeggen. Kijk, als je echt een sterk blok wil hebben, zometeen, tegenover rechts. En je wil zorgen dat een volgend kabinet progressief wordt, stem strategisch. Denk serieus na over op welke manier je dat progressieve blok zo groot mogelijk kan maken in een volgend kabinet. Oké, okay, maakt het dan heel veel uit of zij iets meer krijgen? Dan kunnen ze toch ook gewoon lekker aanschuiven bij de coalitie van Yes. Wordt het wel een hele lange poster. Wordt het en Laurens en Savannah. En... Even vanuit rechts denken. Ik denk dat ze al denken, oh mijn god, we moeten met twee progressief of drie. Maar ik denk als je met vijf of zes partijen aankomt zetten, waarbij een aantal splinter of kleine partijtjes, laat ik het zo zeggen, dan lijkt me die kans klein. Nou, dan de laatste vraag. Hoeveel zetels denken jullie dan dat GroenLinks gaat krijgen? En we hebben een gebrek aan zelfkennis award voor de partij die er het verst vanaf zit uiteindelijk. Nou, toch wel minstens 16. Minstens 16. Ja. En ga je dan eigenlijk op jezelf of op Jesse stemmen? Ik ga op Jesse stemmen. Nou, politiek correcte antwoord. Ja. Nou, hartstikke bedankt. Ik vond het heel leuk om u ook te leren kennen. Ja. Wederzijds. Ja. Dankjewel.